was langer als de onze met de buur breed was, ja. En dan was een groot houten raam in, moet je luisteren. Groot raam, zeker zo groot als dit. Maar die moffen hadden alles. En die hele binnenblaas was van die moffen. Jezus. En die lag vol met blokjes hout en allerlei andere brandstof voor die auto's. Ja. Van het leger. Maar die waren niet zo moeilijk, die lijnen. Kocht ook maar een zootje blokjes van die gasten. Van die Duitsers? Van die Duitsers. Die pakten dan geld natuurlijk, die staken er geld in. Die die konden het niet even komen brengen. Die gooien dat door die achteraan. In de garage. Dat hij het weer mee kon nemen. Ja, daar kon dat zo opscheppen. God. Maar dat ging later, was het ook weer over. Toen gingen de Duitsers daar weer uit. Nou, toen kreeg je het verhaal van bomen zagen. Bomen zagen en hakken en blokjes maken en op de overleggen bij de bakker. Er was één bakker die bakte en degene was een riemer op de overkant. Ja. En dan ging er, je had een zak of acht hout nodig van heen en weer naar dat Holland. Dus als er weer een zak of acht redelijk droog was. Dan kon je weer rijden. Degene werd er gesukkeld. En nu had je dus die installatie. Daar heb ik ook nog een foto van. En als ik er allemaal doorga, doe ik dat. Maar die... die installatie... die had een fan erop zitten. Die gooide die ketel vol en je stak hem aan. En die had eigenlijk indirecte verbranding. De lucht kwam erin en die kwam boven het vuur uit. En dan werd het naar beneden getrokken door de vuurrijen. En zo afgevoerd en had je ze cleaner en kurken zo. Maar als je 's morgens moest beginnen, moest je eerst dat ding aansteken natuurlijk. Ja, dat denk ik een kwartier, half uur. En dan had je de uitlaat waar hij het even kwijt moest met de opwarmen, laten we zeggen. Die zat net onder over het scherm heen, achter je voorwiel daar. En dan had je zo'n dikke vlam, zo ongeveer. Maar er zat een punt in. Dat was allemaal water. Vocht, was niet droog genoeg. Nou, het gevolg was dat 's morgens kreeg je nooit de auto van honger. Nooit. Ja. Dus, maar we hadden toch die andere, had er nog een, die reep kolen. En die zat heel makkelijk. Het was droog, was zuiver. Daar verwijderde ik het niet. Maar die had ook andere nadelen, dat was altijd niks. Maar, en die kwam dan nu, ik ging hem opslepen, totdat je de Prins Bernhardstraat nog, tot in de Prins Bernhardstraat, dan begon hij te praten hoor. God, ja, en toen was die auto zonder kolen, dus die hadden hem ook niet meer. En toen kwam Van den Berg, die woonde aan heel aan het eind van Almere. Dat is een garage geworden. Daarvoor was het, dat sportbedrijf, was ook helemaal aangekleed. Er kwam Bert van den Berg, die met een oude Opeltje reed. Ja, daar ben ik tegenaan geknald met mijn brommer, ja. Ja, ja. Die kwam dus morgens met twee paarden. En die ging dat klusje dus opknappen. Zo ging dat allemaal, hoor. Je moet denken, ik ben er morgen om 7 uur. Ik zal zien wanneer wie er was. En ik heb een keer gehad, dat was geloof ik een van de slechtste reizen. Toen gingen we naar een plaatsje vlak voor Wieringen. Vlak voor de tunnel, of de dijk. Dat plaatsje daar. Nou, in ieder geval, het is een klein plaatsje, daar gingen we. Een hele vracht aardappelen halen, een vracht vol.
Ja, het was vol, dat was 2,5 ton, hoogstens. Want je moest ook die dingen stonden op die ketel en de koeler en de rotsen. Ja, dat zat er ook allemaal bij, jongens. Achter die gebieden. En dan had je daartussen, had je de ruimte, daar moest je die zakken uitleggen, want die moest je ook winnen. Dus ze hebben er maar 2 ton gehaald. Toen. Maar we bleven er s'nachts, want dat heb ik al gezegd, toch het schoon veel te veel in even gehouden. Toen konden we bij de boer in de stal te laten. Ja. En dat was eigenlijk een grote graanschuur. Een grote, ja, die was al 4 keer zo groot als onze garage was. En daarvoor in de punt had hij een klein stalletje voor koeien. Maar dat was hij niet meer, dus er waren wel een paar 100 aardappels en zakken. Nou, dan zoek je maar een plekje in die stal. Met zakken? Met aardappelen zakken. Ik heb dan nooit van mijn leven zo kou gehad. God, ja, als er vee is, is het warm. Ja. Maar die hol, het is winter. Jezus, ja, joh. Die hol had tegenmaken. En daar mocht ik op een gegeven moment... Van we moeten niet meer met mij. Mogen niet meer mee. En de Creolse, dat was ook een vastrouwer. Ik zal je al van een ander verhaal vertellen. Je zou voor minder wel emigreren. Er zijn toen een hoop mensen geëmigreerd, natuurlijk. Ja, en dan heeft hij de. 51 dingen, 50. Is er half Nederland weggetrokken natuurlijk. Ja. 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 Wat wil ik nou vragen? Dat ben ik weer kwijt. Ik weet niet meer. Zou jij je vertellen, toen was het mega afgelopen. Met Creolse haalden we... Veel eten op in Limburg. En dan kwamen we s'avonds terug. Het was avond al, denk ik een uur of 8. Toen rijden wij met Sassenheim. De fabriek van Sikkerswerf, die we zo rechts van je staan. Ging die oprit op. En de highway, zou ik zeggen, van Sassenheim. Maar je was er niet, we reden al die plaatsen heen voorheen. En hij zei, boek, 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 boek. Godver, zeg je, Jos, wat er nou weer is. Maar kijk, wielbouw toch afgebroken, denk ik. Nee. 5 wielbouwen. Maar het was in wezen eigen schuld. Je had oude banden, die deed je erom als je thuis bezig was. Maar een ritje naar de Holland, dan ging je even gauw die banden erom als je thuis was, weer eraf. Want als je uit de jat had, is die band ook nog. Nou, dus we hebben 5 gebruiken. Ja, even zo kijken, wat dan. Het was natuurlijk hartstikke donker. Andere auto's reden niet. Ja, hoe gaan we dat even oplossen? Nou, toen zeg ik, als je wel wat goed. Want ze waren op de oprit van die highway. Dan gaan we bewegen, misschien stopt er een, misschien. Toen stopte er een luxe wagen. Met een of andere ortscommandant achterin. En ik zeg tegen hem sowieso: stop erin, zegt hij. En dan, uw geest moest hij eruit. Maar die auto moest naar Den Haag toe. Duitser. En die hebben we naar Den Haag gebracht. Want ik ben uiteindelijk toen naar huis gegaan. Met vier. Op de Rijnsrechtse plein heeft hij me afgezet. Hij zei, ik ken niet verder. Dus je had wel een beetje medewerker. De mensen ook goed. Want dat mocht hij niet van. Van dienstregeling. Nee, hij mocht daar niet komen. Nee. Dus ik daaruit. Toen ben ik gelopen. En in de Van de Kunststraat, daar woonde hij aan de Blanchard. Dat was toen de garage
de auto had gemaakt. Vijf nieuwe bouten gehaald. En ik naar water ingelopen daar weer. En toen heb ik kriansje. Mijn vader had iets, je had te wisten. En Kees Grijs was achterop van kriansje. Ja, een klein hoofdglaasje naar me weg. En toen weer terug naar Sarsijver fiets. En kreeg al die naaf eraf, had de buiten over aangeslagen. Op de fiets naar Sassheim, dat is twee dagen fietsen. Dat ja. Dit fietsje niet naar. Nee, dat kon je wel fietsen. En een uur of vijf denk ik. Toen ik daar fietsen naar Sassheim terug, heb ik ze nog met die V2's als vervoeren hier in die raketten. Ja, de raketten. Die liggen s'nachts natuurlijk. He. Ja, ja. Maar goed, dan kun je als het water erin gezet, de wielen erin gezet. En dan had je dat verdomde vocht weer. En dan kreeg je de neus adem wel. Nee. Nou, dan sta je weer. Ik weer op de fiets naar huis. Dan had ik al een keer mee en mee gelopen. En dan was het hele fiets geweest. En toen zag ik mensen lopen. Ik ga niet mensen lopen natuurlijk. Het was zondag, we gingen naar de kerk. Ja, ja die hebben we niet cadeau gehad. Nee, toen was het hele... Toen kwam ik daar. Dat, ja, toen mocht ik niet meer weg van doen. Helemaal niet. Nee. Toen hadden we ook een beetje van die kolen over van die auto. Dozen of zes of zo. En mijn vader... Een paar dozen achter op zijn fiets gegaan. En in Delft was ook zo'n scharrelaar met een Chevrolet. En die had ook een installatie, maar die had geen kolen meer. Dus. De kolen aan die vent gegeven en hij naar Sassheim gereden. Ja, en de auto opgehaald. Jezus. Dat is niet te geloven.